Ja, goedenavond, welkom bij de Top 2000 quiz. En dat betekent dat u binnenkort kunt stemmen op de Top 2000. Overmorgen namelijk op radio2.nl. NPO radio2.nl, daar kunt u stem heen. Daar kan uw stem heen. Wij spelen deze quiz nu voor het 18e jaar, denk ik, ja. Leo. En voor het eerst, en dat is een nouveauté, spelen we hem 4 keer en hebben een grote finale in aflevering 4. Eén van deze 3 duo's is daarin terug te zien. Kortom, de prijs die vanavond te winnen is dat je naar de finale gaat. En win je de finale, dan krijg je uiteindelijk deze prachtige grammofoon. Voilà. We spelen vanavond, jongens. Geef ze een groter applaus. Met Lucky Fons, met Ruben Heijn, met Stefano Keijzer, Stigo Gernand, Dionne Staks en Jan-Willem Roodbeen. Welkom, nadere introductie volgt. Dat is wel grappig aan deze editie, Leo. Geraffineerd gedaan wel, vind ik, door de redactie. Bijna alle vragen hebben iets te maken met de idiote tijd waarin we dit jaar leven. Coronatijd. Dus de nummers verwijzen ernaar of anderszins. Dat gaan we allemaal wel zien. We beginnen met een boeketje, 4 nummers uit de Top 2000... die al een klein beetje hinten naar deze idiote coronatijd. Ja. Jongens, eerste muzikale kennismaking. Ruben, welke muziek heeft jou in dit krankzinnige jaar het meest troost geboden? Welk nummer heb je eigenlijk het meest gedraaid? Dat vind ik heel ingewikkeld. Heel veel verschillende dingen eigenlijk. Ja, ik luister van alles, maar er zijn een paar platen die toch weer terugkomen. Eerste plaat van Bon Iver, een plaat van John Mayer, wat klassieke dingen, jazz dingen, Ray Charles, Bill Withers. Lucky Fons, we konden niet naar concerten, althans heel lang al niet meer, maar in de eerste maanden nog wel. Heb jij toen in die tijd nog een concert bezocht? Een concert. Wow, wat was mijn laatste concert? Zo snel gaat het. Ja, het lijkt echt zo. Ja, is ontstaan, hè? Het is zo raar. Het is ook je tijd. Denk er maar even over na. Stefano, wat was de eerste concert wat jij ooit bezocht? Dat was een concert van de Rolling Stones, Bridges to Babylon. Daar ben ik als 9-jarige door mijn ouders naartoe gereden. Dat was volgens mij een landgraaf op zo'n gigantisch terrein. Ik snapte echt niet waarom mensen dat leuk vonden. Want ik moest urenlang daar op zo'n veld staan. En ik kon alleen maar naar een scherm kijken, want de Rolling Stones waren veel te ver weg. Mm-hmm. Maar het was wel een bizarre show met allemaal brandende tempels en zo. Goeie muziek, Stones? Ja, eigenlijk wel. Ja, en ook vooral een hele goede podiumact. Mm-hmm. Daar ben ik zelf heel erg fan van altijd. Ja. Wat was jouw eerste concert, Tigo? Jeetje, mijn eerste concert. Wat me echt bijgebleven is Prince. In de tijd ging ik toen met Tatum Dagelet. En haar vader, acteur ook, die was lid van de Paradiso. En toen is hij de eerste keer na een concert naar de Paradiso gekomen voor 300 mensen. Ik was toen, ik denk, 8. En daar was jij bij? Ja, dat was... Want er zijn inmiddels 100.000 mensen die zeggen dat ze daarbij geweest zijn. Ja, het spijt me. Ik ben er echt bij. Ik heb de foto's nog. Okay. Ik heb zelfs de schoen nog aangeraakt. Ja, dat was fenomenaal. Ja. De schoen aangeraakt? Ja. Prima. Dionne, eerste singeltje. Single is denk ik, de Spice Girls. Ja, waarom niet? CD het, Bon Jovi. Je zegt het besmaakt, single... maar de Spice Girls is toch prima, of niet? Ja, ik was er in die tijd wel, ik was wel echt Spice Girl fan. Mm-hmm. Sporty Spice, vond ik wel, uh-huh. Jij, welke Spice Girl vond jij het beste? Ik vond die, de donkere LB. Spice. Vond ik, ja, dat vond ik een daar was ik dan de... Enfin, meester Pit, hè? Ja. Was die op. Die wilde je temmen. Daar raakte jij de schoenen van aan. Is 60 jaar, man. Jan-Willem, aas van Radio 2. Welke plaat heb je het meest gedraaid dit jaar eigenlijk? Om ons warm te houden, om ons bij de les te houden, om ons rustig te krijgen. Ik ben helemaal verliefd geworden op die plaat van Direct. En die kwamen bij ons spelen. En Direct heeft nooit echt... een hele, hele, hele grote hit gescoord in deze bezetting. En dat gunde ik die mannen zo. En dit liedje was uit het hart geschreven. Ik heb het over Soldier On. Mm-hmm. En Marcel die kwam dat bij ons doen. En dankbaar als hij altijd was. En had zoiets van, ja, dit, weet je wel, dit komt uit mijn tenen. En of dit ooit opgepakt wordt, het maakt me geen hol uit. Dit is de boodschap die ik wil brengen. Dat was pre-corona. En moet je nu kijken, dit nummer is een troostlied geworden voor het hele land. Ja, cool. En fantastisch, recht het hart ingezongen. Zeker. Graag. Ain't nobody out there as brave as you. You're holding your own. Past
goed bij het jaar ook. Hè? Ja, maar het is toch mooi hoe, hoe zo iets daar kan lopen. Hè? Dat komt het allemaal wel. Lege studio's liep. En volgens mij, de laatste uitzending van de Wereldrijd Door, Dat beeld, dat kippenvel. Liep je buitenom door een lege studio, zong je dat nummer. Een van de laatste weken van ons programma. Ja, als we deze over 20 jaar horen, dan denken we terug aan dit jaar. Ja. Jongens, ik leg het spel uit. Het gaat per clip. De eerste clip is voor Ruben en Lucky Fons. Alleen voor jullie horen vier vragen bij. De eerste is makkelijk, krijg je 1 punt voor. De vierde is moeilijk, de moeilijkste. En dan krijg je 4 punten voor. Jullie blijven aan de beurt zolang je het goed hebt. Dus in het beste geval, alle vier goed, Grand Slam, 10 punten. Pas als jullie het niet meer weten, gaat de vraag naar de buurman. En als de buurman het niet weet, de buurmannen, gaan we weer buren verder. Zo simpel is het. Als je drukt, dan laat je weten dat je het antwoord waarschijnlijk weet. En als de vraag dan bij jou komt, je krijgt niet meteen de beurt. Je moet echt wachten op je beurt. Maar komt de vraag bij jou en je hebt hem goed, dubbele aantal punten. Heb je een fout, enkele aantal punten eraf. Dus het is niet helemaal zonder gevaar. Volgens mij wijst het zich vanzelf. Misschien hebben jullie het wel eens gezien. Het is tenslotte de 18e keer. 18 keer al is hij jurylid. Het wordt niet meegecorrespondeerd. Dom, Leo Blokhuis. Dank u wel. Oké, jongens, concentratie. Dit is jullie clip. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got his leg to keep, he can't hang around. Wordt al meegezongen. Voor 1 punt, welke band zie je hier? Specials. Fout. Specials is fout. We gaan door. Jullie hebben bovendien gedrukt. Is het goed? 2 keer 1, 2 punten erbij. Madness. Madness is goed. Madness is goed. Ik blijf bij jullie voor 2 punten. Hoe heet de muziekstijl van Madness en bijvoorbeeld ook van de Specials? Dat dansje ska. Je hoeft niet te drukken, maar ska is goed. Ska is goed. Voor 3 punten, ik blijf bij jullie. Naar welke stad vertrekt de nachtboot? De nachtboot vertrekt naar Frankrijk. Is niet goed. Is niet goed. Frankrijk is geen stad. Nee. Ik zocht nog een stad. Jullie moeten een beetje contact houden, want ik moet... Ja, dit is... Ja, maar dat scherm helpt niet, hè? Nee, helpt niet, maar ja, toch. Ja, het is nodig. Er is gedrukt door... We zijn nog even aan het mimen. Ja. Zal ik het dan maar gewoon zeggen? Ja, Cairo. Ja, Cairo. 2 keer 3. Hè? Want jullie hadden gedrukt. 6 punten erbij. En ik blijf bij jullie voor 4 punten. Hoe heet de Jamaicaanse peetvader van de ska, die een groot voorbeeld was voor Madness? Ze noemden de band naar een van zijn liedjes. En hij schreef ook One Step Beyond. Hoe heet hij? Nee, weet ik niet. Geen idee? Oh. Okay. Ik kom niet meer bij jullie terug. Ik kom niet meer bij jullie. Madness. Hoe heet hij nou? Prince Buster. Dat wist ik dan wel. Ja, het was een beetje een fout. Ik denk Madness niet, maar Prince Buster wel. Je moet beginnen bij de 4e vraag. Oké, man. Het leven is even niet kijken, eerlijk. 046. Stefano en Tigo. Ja. Jullie clip. Oh, moeten wel goed overleggen. Punt. Welke zanger is dit? Lenny Kravitz. Lenny Kravitz is goed voor 2 punten. Welk nummer met een meer zoete titel betekende de grote doorbraak van Lenny Kravitz? Fly Away. Nou, meer zoet. Maar welke nummer was de doorbraak van Lenny Kravitz? Fly Away. Dat is niet goed. Dan ga ik naar Dionne en Jan Willem. Die hebben geluk. Als het goed is, 2 keer 2 punten. Let love rule. Nu. Let love rule. Let love rule is goed. Let love rule. Ik blijf bij jullie voor 3 punten. Welke gitarist doet mee op de hit Always on the Run? Slash. Slash is goed. Voor 4 punten. Welke Madonna-hit is geschreven door Lenny Kravitz? Schrik ervan, Jan Willem. Oh ja, ik schrik ervan.
Omdat ik hem weet, maar nee, ik kom er niet op. Like a virgin? Nee. Dat zou... Jullie mogen nog. Jullie hoeven niet te drukken, maar je krijgt gewoon de beurt. Kost je geen punt als je niet... Way of light? Like a prayer? Nee. Justify my love. Justify my love. Justify my love. Even kijken, 0, jongens, kom op, 5, 13 en jullie moeten nog. Want dit is natuurlijk clip. Afpikken, jongens, afpikken. Hij is een DJ. Let op. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. Gloria Gaynor. And I grew strong. And I learned how Gloria Gaynor. To be wrong and so you're mad. Nou, vooruit. Hoe heet de zangeres? Heb je het gehoord? Ik hoorde het al. Gloria Gaynor is goed. Ja, voor 2 punten. I Will Survive kennen we in Nederland misschien beter van een Nederlandse band. Ja. Welke? Hermes House Band. Is goed. Voor 3 punten. Dit is een goeie, hè? Voor 3 punten. De debuutsingel van Gloria Gaynor was Never Can Say Goodbye. Die kennen we vooral als hitje van een popgroep met zanger Jimmy Somerville. Welke band bedoel ik? En ik bedoel niet Bronski Beat. Nee. Weet jij het? Nee. De Communards. De Communards is goed. De Communards is goed. Dit zou een Grand Slam kunnen zijn, jongens. En dan is er altijd applaus. Ja. Maar ze moeten ze wel eerst goed hebben. De Queen of Disco nam haar eerste platen op met een singer-songwriter die in oktober overleed. Dat was in het nieuws omdat hij ook de Lee Towers hit I Can See Clearly Now heeft geschreven. Wie bedoel ik? Clearly now, the rain. I can see clearly DJ now, Thomas. Dat is niet goed. Ik ga naar Ruben en Lucky. Ik weet het niet. Stefano Tigo. Energie, energie. Ja, dat zijn wel de team van de energie. Ja, dus? Tong is denk ik iets met Mark. Het is niet Mark. Iemand in het café? Bill Withers? Is het Bill Withers? Johnny Nash. Johnny Nash. Oh, ja, ja. Johnny Nash. Hij was moeilijk. Van Nash en... Ja. Oké, jongens, de tussenstand. Van Nash en Garfunkel, ja. De tussenstand is 0. Het spijt me. Ja. 5, 19. Jeetje, 19. We zitten nog in het begin van het spel. Er kan nog van alles. Niet in de laatste plaats, omdat we een bonusvraag gaan stellen. Leo pakt een plaatje, zet het op. Handen aan de knop. Wie het eerst drukt, mag het zeggen. Wat wil je weten, Leo? Nou, dat hangt eraf van wat voor plaatje. Ik weet niet wat voor plaatje. Dus je mag bij wijze van spreken zeggen naar boven of naar beneden, links, rechts. Die. Stop. Even, omdat je niet het hoesje herkent. Dat zou maar zo kunnen. Oeh, die is moeilijk. Deze is toch wil ik het allemaal horen. Wat wil je horen, artiest? Ja, titel en uitvoerende, kom op. Kiss, gedrukt. Ja, Willem. Hall & Oates, Kiss on my list. Maar het is wel, ze staan er niet in, hè? Ja. Dit is een grote schande. Ze staan er niet in de 2000. Ze staan er al jaren niet meer in. Het is wel goed beantwoord. Het is goed, het is goed. Staan ze helemaal niet in de top 2000? Nee. Niet met Kiss on my list, niet met Sarah Smile. Ze hebben er dus ooit ingestaan, want het is een oude kast. Ze hebben er ooit ingestaan. Ja. Maar het is toch wel maf en moeilijk te verklaren waarom dat is. Maar misschien omdat het dan dat iedereen denkt, ja, Hall & Oates, daar stemmen anderen wel op. Toen wij begonnen met de top 2000 op televisie, dat was 2 jaar na de radio volgens mij, we gaan nu de 19e editie maken, stond Marvin Gaye er niet in. Stond er niet in. Dit terzijde. Nadere muzikale introductie volgt. Omdat jullie allemaal... We hebben jullie allemaal gevraagd, wat is je favoriete nummer? Laat dat zien. Ruben, jij koos voor dit nummer. Sunshine, een van de grote doden, zou je kunnen zeggen, van dit jaar. Ja. Waarom dit nummer, Ruben? Nou, eigenlijk gewoon Bill Withers. Dat is een van... Ja, vond ik echt fantastisch. Mm-hmm. Heel inspirerend en fantastische songwriter. En ik heb hem nog mogen ontmoeten, samen met Leo. Je hebt wel eens voor hem gezongen in Carré. Ik heb dit liedje voor hem moeten zingen zelf. Toen zat hij op de eerste rij. Dat was heel erg ongemakkelijk. maar iemand die...
Ja, waar ik nog steeds wel naar teruggrijp als ik even niet meer weet wat ik moet doen. En dan luister ik wel naar Boeren. Oké, man. Lucky Fons, jij koos voor dit nummer. Ja, Pulp, ja, Common People. Waarom dit nummer? Ja, dit vind ik zo'n fantastisch nummer. Omdat als songwriter kijk ik altijd veel naar teksten. En hij legt zoiets, zijn woede over een heel complex iets. Over eigenlijk een soort fetichering van de werkende klasse. Het is een verhaal over een rijke meid die tegen een jongen, die eigenlijk een gewone arbeidersjongen is, zegt van, ik wil met jou hangen, want jij bent de gewone mensen en die zijn zo cool. En hij is er eigenlijk woedend over, want hij zegt, je weet helemaal niet waar je het over hebt. En ik vind het zo tof dat hij zo'n complexe woede kan verwoorden in een lied waar je ook nog op kan dansen. En dan is ook die band Pulp, is ook een beetje een rare band. Die waren al 20 jaar lang aan het modderen. En dan in één keer heel populair tijdens die Britpop-tijd waar ze eigenlijk niks mee te maken hadden. Want je hoort dan altijd zo Blur, Oasis, zo. Maar deze band is veel leuker. En als tekstschrijver is hij gewoon een voorbeeld voor me dat hij gewoon... Maar is steeds hij? Wie is hij? Oh, de zanger, Jarvis Cocker en de songwriter. Ja. Dat is de zanger van Pulp, ja. Die we hier dus zien. Hij beweegt ook een beetje gek. Ik heb mijn haar ook vandaag een beetje zoals hem. en hij was ook al best wel oud toen hij zo doorbrak. En er klopte eigenlijk niks van die band. En ook dat je er zo'n vrolijk dansbaar lied van maakte. Dat is dan ook iets geks, maar daar heeft hem, ja, dan kan ik daar zelf als tekstschrijver van leren. Oké, je kan het overal over hebben en toch een leuk nummer van maken. Oké, dankjewel. Dankjewel. Ronde twee, drie keer een clip die gemaakt is in de midst of de coronacrisis. Jullie clip. Welke gitarist herkennen we? Brian May. Brian May is goed. Voor twee punten, achter de toetsen Gary Barlow. Van welke band kennen we hem? Take That. Take That is goed. Voor drie punten, we zien een huiskamerversie van Get Back van de Beatles. Die kozen in 1969 zelf voor een bijzondere locatie om dit liedje live te spelen. Welke? Welke locatie bedoel je? Ja. Het dak van hun platenlabel. Klopt, het dak van hun platenlabel Apple. Dit zou, jongens, wat een fantastische comeback wordt dit. Dit zou een Grand Slam kunnen worden. Niet te vroeg juichen, moet de vierde vraag wel goed beantwoord worden. Brian May is niet alleen een popartiest, maar ook dokter in een bepaalde tak van de wetenschap. Welke? Weet ik. Ja. Sterrenkunde. Ja, precies. Nee, astronomie. Astrologie. Ja, het is astrofysica, maar dat is toch sterrenkunde. We rekenen het goed gewoon. Oké, okay. Ja. 10, 5, 24, maar het is jullie clip. Oh, no inhibitions, make no conditions, get a little out of line. Ain't gonna act politically correct, I only wanna have a good time. The best thing about being in a woman is the prerogative to have a little fun. Voor één punt, hoe heet deze zangeres? Shania Twain. Shania Twain. Dat is heel goed. Voor twee punten, hoe heet het paard? Nee, is flauwekul. Voor twee punten, uit welk land is Shania Twain afkomstig? Uit welk land is Shania Twain afkomstig? Zou het Canada zijn? Ja, dat zit er nu dik in, anders is het te veel. Canada. Canada is goed. Voor drie punten in het liedje That Don't Impress Me Much noemt Shania Twain de naam van een bekende acteur. Brad Pitt. Brad Pitt is goed. Gaan we voor een Grand Slam? Ja, rustig. Met welke producer met wie ze haar eerste album maakte, was Shania Twain meer dan 15 jaar getrouwd?
Dat is een hele oude. Ja, hele een hard rock producer. Hij werkt onder andere ook met AC/DC en met Bryan Adams. Wat is zijn naam? Oh, Don Bon Jovi noemen we maar. Is niet zo goed, niet zo goed. Ik ga naar de buren. Ik ga naar de buren. Dion en Jan Willem. Nee, geen idee. Jongens? Tommy. Nee. Ik heb werkelijk ook. Maar goed. Robert Mutt Lange. Mutt Lange. Mutt Lange. Ja, Robert Mutt Lange. Mutt Lange is iconisch. Nee, maar goed. Ja, dat had Tigo moeten weten. Schande. Vraag 4, hè? Is moeilijk. Vraag 4 is moeilijk. Even kijken. 10, 11, 24. Oh. En dit is de clip voor Dion en Jan Willem. Venus in sweatpants. That's who you are. And when this mess is over, I'll buy you a car. We'll drive that car so fast and so far. All your stupid friends will be left behind. Stay away from me. Baby, keep your distance, please. Ja, er is door beide anderen gedrukt. Dat maakt helemaal niks uit. Word er niet nerveus van. Ah, ik zie wel wat zeggen. Het is jullie beurt. Dus A voor één punt. Wie is dit? Ik ben helemaal in de war. Nou ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ik wil het nu horen, jongens. Randy Newman? Randy Newman is goed. Oh, vanuit het niet. Sorry. Randy Newman is goed. Voor 2 punten. Randy Newman schreef honderden liedjes, vaak gezongen door anderen. Wie had een hit met You Can Leave Your Head On? Joe Cocker. Joe Cocker is goed. Ruben, die... Je baalt, hè? Ja, die snapt uit zijn kruik, werkelijk. Die wil dit helemaal opeisen, deze ronde. Ben je fan van Randy? Ja, dat werd vroeger veel thuis gedraaid, hè. Ja, mooi, mooi. Goed om weer te zien, trouwens. Heerlijk, ja. Voor 3 punten, jongens, bij de quiz. Randy Newman schreef ook filmmuziek. Zo schreef hij in 1995 het duet You've Got a Friend in Me. You got a friend in me. Voor welke film? Voor Ruben. Weet je het niet? Weet jullie het niet? Dan gaat hij naar Ruben en als het goed is, 2 keer 3, 6 punten erbij. Toy Story. Toy Story is goed. Ik blijf bij jullie voor 4 punten, de laatste vraag. In het liedje Birmingham. Birmingham, Birmingham. In het liedje Birmingham bezingt Randy Newman deze stad in Alabama. Maar hij is in Los Angeles geboren. Hoe heet het liedje dat hij over zijn geboortestad schreef? Stefano drukt, maar de vraag is aan jullie. Hoe heet het liedje wat Randy Newman over Los Angeles schreef? Nee? Dan City of Angels. Nee, is niet goed. Stefano, als je het goed hebt, 2 keer 4, 8 punten erbij. Energie. Ja, ik twijfel erg over de titel, maar het is iets van Staring at the River. Je bent niet close zelfs. Nee. Oh. Nee. Nee. Nee, dat gaat over nazi's. Nee, het is nummer I Love L.A. I Love L.A. Ja. Je moet die staring in de erbij trekt. Elke keer als Tigo over de energie begint, gaat het mis. LA heeft niet eens een rivier. Nee. Het was in de sea. Het was verre van goed. Het was echt verre van goed. De tussenstand, jongens. 16, 7 en wel 4 op kop. 27, maar we gaan een bonusvraag spelen. Ja. Dus voor 5 punten te winnen. Hetzelfde maken en pakken. Nee, niet die. Een ander. Ja, die. Mijn favoriet. Oh ja, dat snap ik wel. Dan hoop ik dat je hem goed hebt. Wat wil je horen, Leo? Even kijken hoor. Nou, ik denk dat ik de uitvoerende wil horen. Zullen we het gewoon eens even makkelijker maken, zodat andere mensen ook kans hebben? Ja. Handen aan de knop, jongens, komt-ie. Alleen de uitvoerende. Er is geen intro meer. Wie is het? Het is Paul McCartney, Wings. Ja, hartstikke goed. Ik denk het ook. Weet je ook hoe het liedje heet? Milo. Nee, Milo. 21-7-27. Waar waren we gebleven? Muzikale kennismaking. Stefano, op de vraag welke clip wil je absoluut zien, koos jij voor deze. Forever and ever. Oh, we can be heroes.
David Bowie, Heroes. Ik hou heel erg van David Bowie. En dit had me ook een heel goed nummer geleken om op 1 te eindigen in dit jaar in de top 2000. Mm-hmm. Het is in elk geval beter dan Bohemian Rhapsody, als je het mij vraagt. Ja. Het moet toch wel een soort algemeen nummer zijn dat iedereen goed kan laten voelen. Dus voor mij is dit de ultieme top 2000 plaat, ja. Oké, dankjewel, dankjewel. Tigo, jij koos voor dit nummer. Ik heb al verteld, je was bij het concert met nog iemand anders. Je hebt zijn schoenen aangeraakt. Ja, nee, ik ben gewoon een zwaar fan van deze man. Ik weet, Purple Rain, op de achterkant van de plaat staat ook alleen maar zijn naam. Want hij doet alle instrumenten ook op de plaat zelf. Dus dat heeft hij in zijn eentje gemaakt. Mm-hmm. Ja, fenomenale artiest. Een van de mooiste stemmen ter wereld ooit. Waar was je toen je hoorde dat hij overleden was? Thuis was ik. En toen? Ik was wel even ontdaan. Ja, dat doet me wel veel, dat soort muzikanten. We hebben Michael Jackson gehad, heb ik ook met Prince gehad. Ja, Amy Winehouse. Ja, dan toch een soort gemis. Je weet dat er nooit meer iets komt. Dat er nooit meer iets gegeven wordt waar je iets mee kan of zo. Mm-hmm. Maar hij heeft zoveel goede muziek gemaakt, dus dat blijft altijd bij me. En ik luister hem heel vaak. Ja. Wat is Purple Rain eigenlijk? En dat is een interpretatie die volgens mij open staat voor heel veel mensen. Wat is het voor jou? Dat alles mag en kan. In het leven. En bij jou, Stefano? Ik dacht altijd inderdaad zo'n soort Agent Orange-achtige associatie heb ik bij zure regen. Uh-huh. Ja, wanneer is de regen nou paars? Dat kan niet goed zijn, toch? Jongens, we gaan de laatste ronde spelen. De derde ronde. Dan nemen we afscheid van één team. Alle drie de clips hinten. Dat zijn nummers van langer geleden, hoor. Maar die hinten qua titel in ieder geval naar deze tijd. Dit is jullie clip. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Voor één punt. Wie zien we hier? Britney Spears. Britney Spears, goed voor 2 punten. Britney Spears was de laatste jaren avond aan avond te zien in een Amerikaanse stad. Welke? Celine Dion en Tom Jones gingen haar voor. Las Vegas. Las Vegas is goed voor 3 punten. Wie schreef het liedje Cry Me a River? Over zijn relatie. Justin Timberlake. Over zijn relatie met Britney Justin Spears. Justin Timberlake. Justin Timberlake is goed. Grand Slam, wie weet, wie weet. Welke zangeres doet mee op Me Against the Music? Ook van Britney Spears. Madonna? Madonna is goed, Grand Slam! Ja, dat, ik heb dat liedje nooit gehoord, maar ik wist dat ze later gingen tongzoenen. Ja, dat hou je dan. Dus zo dacht ik, zo kan je ook Grand Slam winnen. Dus, zo kan je ook denken. Liedje nooit gehoord, zo kan je ook denken. Ik zal het aan Roger Federer doorgeven. Ja. Stefano en Tigo, het is een hopeloze missie. Nee, we gaan naar de Grand Slam. Precies, oh, ja. Dat zou een mooie afsluiting zijn. Ja. Met een opgeheven hoofd naar buiten. Toch? Inderdaad. Nee, dit binnen blijven. Dit is de clip. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page. Bookmarking, she's so close now. This girl is half his age. Don't stand so close to me. Voor 1 punt, welke band is dit? The Police. Dit is goed voor 2 punten. De zanger heet Sting, maar noem 1 van de 2 andere vaste bandleden.
Er wordt gedrukt. Er Nee, jongens, dat is niet leuk. Dat is überhaupt gewoon niet leuk. Wij gaan nog heel lang denken. Ja, precies. Zolang we niet antwoorden, liggen we er nog. Geen idee? Ik wil het nu horen. Richard Devon. Richard Devon is niet goed. Ik ga naar de buren, die hebben gedrukt. Als het goed is, 2x2, 4 punten erbij. Dan gaan we Stuart Copeland. Ik zou kunnen, en de ander? En die Summers had je. Ja. Oh ja, tuurlijk. Stuart Copeland is goed. 2x2, 4 punten erbij. Ik blijf bij jullie voor 3 punten. Met welke Jamaicaanse zanger maakt Sting in 2018 een duoplaat? Ja, als ik het zing, dan weet je het. Mr. Boombastic. Shaggy. Shaggy is goed. Shaggy is goed. Voor 4 punten, gitarist Andy Summers is ook kunstenaar. Wat maakt hij voor werk? Dat is heel interessant, want die maakt namelijk... Ja, dat is echt te gek. Dat, ik hoor het al. Ik zie het. Hij is beeldhouwer. Je had kunnen gokken beeldhouwer, dat is niet goed. Hele complexe conceptuele kunst. Dat hij in een hoekje gaat zitten huilen zonder... Van bananen. Jongens, het wordt een puinhoop. Hij is fotograaf. Ik dacht dat ik het niet wist. Hij had vorig jaar een expositie in het Bonnefante Museum in Maastricht. Dus het is niet geen... onaardige fotograaf. Voordat ik de laatste clip laat zien van deze ronde, en die is voor jullie uiteraard, willen we ook jullie muzikale voorkeur nog even weten. Welk nummer wil je zien? Wat is misschien het mooiste nummer ooit gemaakt? Dionne, jij koos voor dit nummer. Destiny's Child. Girl power is toch gewoon geweldig. En ze staan dus niet in de top 2000. Ik begrijp het niet. Destiny's Child. Nee. Nou, dat lijkt me een omissie. Maar de hele top 2000 gaat nu gestemd worden. Ik bedoel, er staat nog niks in. Dus gewoon, zij moeten erin staan. Beyoncé wel, maar... Ja, er is sowieso heel weinig hip-hop en rap in de top 2000 nog. Ja, maar er wordt wel over gemopperd, dat klopt. Hij is niet helemaal... Hij is vrij wit. Jan-Willem, jij koos voor dit nummer. Ja, Nirvana. We hadden het net over de mensen die ons jong ontvielen. Ja. Daar hoort hij natuurlijk ook bij. Ja, Kurt Cobain, ja. Ja, Kurt Cobain, zeker. Waarom dit nummer? Ja, ik kon hierop dansen. Zelfs voor iemand met mijn motoriek kan dat op dit nummer. Dus dat vond ik leuk. Hoe ziet dat eruit? Nou, ik zal het je straks even voordoen als we winnen. Nou, we kunnen het nummer nog leggen. Zeker. Ja, we kunnen het ook. Kom maar. Doe jij mee dan? Ja, kom maar. Kom, Tigo. Kom maar. Wel anderhalve meter, hè? Oké, daar gaat het. En dat is eigenlijk gewoon een... Oké, jongens, we waren nog bij de laatste clip van de derde ronde. Dionne en Jan-Willem, dit is jullie clip. Only the lonely know the way I feel tonight. Er is gedrukt. Het is blijkbaar makkelijk. Wie is dit? Roy Orbison. Roy Orbison is goed voor 2 punten. Roy Orbison schreef dit liedje eigenlijk voor 2 zingende broers, Phil en Don. Die je ook zou kunnen kennen van het nummer Let It Be Me en Bye Bye Love. Welke broers bedoelen wij? Weet jij het? Nee? Everly Brothers? Everly Brothers is goed. Voor 3 punten. Roy Orbison begon bij hetzelfde label uit Memphis dat Elvis ontdekte. Hoe heet dat label?
Er wordt gedrukt. Dat is niet Stax, denk ik. Nee. Nee, dat is dat Deca. Nee, is niet goed. Ik ga naar Ruben en Lucky. Gedrukt, dus als het goed is, 2x3, 6 punten erbij. Sun is goed. Sun Studios Memphis. Op. Ja, dat klopt. Ik blijf bij jullie. Dit is de laatste vraag van deze ronde. Roy Orbison zat in de jaren 80 in een supergroep met Tom Petty, Jeff Lynne, George Harrison en Bob Dylan. Welke groep bedoelen wij? De Traveling Wilburys. Natuurlijk. Nog een Bob Dylan vraag. Ik hoop als het over Bob Dylan gaat, dan weet ik alles. Ja, nou, dit wist je ook. Dus dan moet ik dit ook weten. Jongens, de voorronde zit erop. We gaan ons opmaken voor de finale. En dat betekent dat we van één team afscheid moeten nemen. Nee. Dat het laag staat. Een groot applaus voor Stefano en Tivo. Dankjewel. Wij zetten de scores even op 0 en dan beginnen we met een kettingvraag. 15 vragen, dat leg ik straks allemaal uit. Eerst weer een klein mooi boeketje. Juist, grote finale jongens. De stand is weer 0-0. 15 vragen. Als je het antwoord weet, druk je op de knop, krijg je de beurt, heb je het goede antwoord. 1 punt, zo simpel is het nu. Het is een kettingvraag. Het heeft allemaal iets te maken met thuisblijven, thuis hangen, thuiskomen, et cetera, et cetera. Are you ready? We beginnen met het nummer Home, bekend van de film Bright op Netflix. En ontelbare keren gestreamd. Van welke Amerikaanse rapper? Jan-Willem. Jij drukte. Eminem. Eminem. Eminem is niet goed. Weet jullie het? Heet hij nou Mac Miller? Mac Miller? Nee, Machine Gun Kelly. Oké, vraag 2. Van iets langer geleden is het liedje Homeward Bound van Simon & Garfunkel. Dat staat dit jaar weer in de belangstelling dankzij een Nederlands duo. Nick en Simon. Nick en Simon is goed. 1-0. Vraag 3. Op weg naar huis luisteren naar Take the Long Way Home van Supertramp. Vul aan, dus je hoeft nu niet te drukken, vul aan waar de muziek stopt. Ik luister gewoon naar jullie. Wie het best meezingt en de juiste tekst heeft, krijgt het punt. Dus je hoeft niet te drukken. Leo. The long way home. Take the long way home. Nee, ik wilde wel gewoon de tekst ook horen, niet alleen de lyrics. Oké, dan laten we het goede antwoord horen. If you're feeling good. If you're feeling good, take the long way home. Vraag 4, stand is 1-0. Mocht je nog twijfelen, dan zingt een bekende rockband Who Says You Can't Go Home. Welke band? Bon Jovi. Dat is Bon Jovi. Hey. Bon Jovi, het staat 2-0. We zijn bij vraag 5, er is nog niks aan de hand. Zangeres Adele reist naar de Londense wijk Tottenham als ze naar huis gaat. We horen Hometown Glory. Van welke van de drie albums van Adele is dat liedje? Van welke van de drie albums is dit liedje? Ik denk 19 is goed. Dat maakt het ook wat spannender. Dan is het nu 2-1. We zijn bij vraag 6. Uiteindelijk komen we er wel. Home Again van Michael Kiwanuka. Deze zanger komt ook uit Londen. Maar in welk land liggen zijn roots? Michael Kiwanuka. Congo? Jamaica. Jamaica is niet goed. Congo. Congo is ook niet goed. Oeganda was het goede antwoord. Vraag 7, 2-1. Eenmaal thuis zingt Sam Smith U2 met Stay With Me. Stay with me. Met welke soulzangeres nam Sam Smith een tweede versie van dit nummer op? Emily Sandé? Is niet goed. Je kan niks verliezen, je kan gokken. Geen idee? Oh, ik weet het al. Ja, dat is te laat. Shit. Wie dan? Zij weet het niet, je mag het nu zeggen, je krijgt geen punt. Ja, weet je het nou of niet? Mary J. Blige was goed geweest. Ja. 2-1 blijft de score. Het is dus nog echt wel spannend. En dit is vraag 8. Thuiswerken is het devies. I've been working for the weekend, but that weekend never came, zingt deze zanger. Een ander bekend liedje van hem is Lights Down Low. Wie bedoel ik? Helemaal niet, jongens. Geen idee. Helemaal niet. Dan geef ik het goede antwoord. Justin Bieber? Het goede antwoord is Max. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. We leren nog eens wat hier. Ja, nee.
Oké, de score loopt ook niet hoog op, maar het blijft wel spannend. Dus dat is helemaal niks. Vraag 9, vraag 9. Nu weet Tigo ineens alles. Ja. Zit hij met zijn energie? Voor thuisblijvers is het dan misschien Computer Love. Je hoort het nummer van Kraftwerk. Hoe heet het dit jaar overleden bandlid van Kraftwerk? Stijn, Werner. Nee, laat maar. Nee. Het goede antwoord is Florian Snijder. Florian Snijder. Ja. Dit moest echt wel even precies. Ja. Vraag 10 en nog steeds maar 2-1. Echt spannend. Het is echt spannend. Ja. Verder zit er weinig op dan op de bank hangen en je vrienden bellen. We horen Hanging on the Telephone. Wie zingt hier? Blondie. Oh. Je hebt het eerder dan ik. Ik had het niet. Het goede antwoord is Blondie. Het is wel. Dan draai de muziek dan eventjes nog. Ja. Het is 3-1. Het is 3-1 en er zijn nog 5 vragen in het spel. Wat zenuwslopend is dit, man. Ja. Jij voor die kant, ben ik voor die kant. Kom op, jongens. Kom op. Vervolgens doet zich de vraag voor... Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Je hoort de Clash. Oh, wacht even. Want hij heeft al gedrukt. Dus geef maar een antwoord. Ja. Oh. Ja. De Clash, die hebben natuurlijk ook nog een andere hit. En dat is... Je gaat het niet raden. Maak de vraag je hebt maar af iets te vroeg gedrukt, dat kan. Ik maak de vraag dus af voor jullie. Je hoort de Clash. Welke andere taal komt in het derde couplet van dit liedje ineens om de hoek kijken? Oh, man. Italiaans of iets Arabisch? Nee. Ja, je kan gewoon gokken, je kan niks, je kan niks verliezen. Ik zou er niet al te lang over na. India's. India's. Spaans. Het is Spaans. Nog 4 vragen te gaan en de score is nog steeds 3-1. Oasis geeft antwoord. Don't go away, zingen ze. Hoe heet de band die Liam Gallagher opricht nadat zijn broer Noel toch is weggegaan? Oh, Liam, ik dacht High Flying Birds, maar dat is van Noel Gallagher. Ja, jongen, EDI? Ja, dat is goed, man. Dat is goed. En dat betekent dat het 3-2 is. En dat we nog 3 vragen hebben. Maar ging er echt iemand weg? Misschien moeder zelf. We horen, is je moeder niet thuis, Marie? Wie zong deze kraker? Nou, dan ben ik er zo met een heel fijn cadeau. Leeftijdsdingetje. Wie zong dit liedje? Jaren 70. Nico Haak, weet ik veel. Nee. Nico Haak is goed. Ja. Ook uit de team. Ja. Waar kwam die vandaan? Ja, ik weet alles over Nico Haak. Dankzij Lucky Fons is het nu 3-3 en hebben we nog 2 vragen te gaan. Oh. Ja. Voor een plaats in de finale. Op 20 december. Wat dan toch volgt is She's Leaving Home van de Beatles. Stop. Ja, hij heeft gedrukt. Oké, Ruben. Van de Beatles. Ja, dat is goed, maar dat is niet goed. De motor. Ik ga dus iets anders vragen, maar je moet gokken. Antwoord bij de motorclub. De motorclub. Nee. De vraag was van de Beatles, maar van welke plaat van de Beatles? Welk album? White Album. De White Album is niet... Nee, Sgt. Pepper. Ja, maar ja, dat is... Sorry. Oké. Dit is de laatste vraag en het staat 3-3. Misschien was het niet je moeder, maar wel de koning die het huis verliet. Namelijk om op vakantie te gaan. We horen Holidays in the Sun. Van welke band? Sex Pistols. Dat is goed! Ja! Dat betekent, jongens, dat wij afscheid nemen van Jan-Willem en Dionne. Dank je wel. Ook van de jongens, dank je wel. Jullie hebben gewonnen. Dat betekent dat we jullie op 20 december in de grote finale terugzien. Oh, maar ik kan dan helemaal niet. Nou, dat... Nu wel. Dat gaan we later wel oplossen. Jullie mogen uit alle clipjes die we hebben laten zien vanavond een clipje kiezen. Dat gaan we nu starten. Purple Rain. Purple Rain? Voor Tigo. Zullen we het gewoon voor Tigo? Ja, voor Tigo. Voor ons, voor Stefan. Purple Rain. Fijn dat jullie meededen, jongens. Fijn dat u keek. Volgende week zijn we er dus weer. En we zijn er dus nog de komende 3-4 weken met Top 2000 Quiz. Leo, dankjewel. Tot de volgende keer.